Dag beste kijkers. Twee jonge muzici die sinds kort intensief aan de weg timmeren. Els Brink, geboren en getogen in Hardenberg, en Marius Kooi, getogen in Gramsbergen. Ze hebben elkaar muzikaal ontdekt op het Vechtbouwcollege in Hardenberg en beide zijn inmiddels met een vervolgstudie bezig. Els, stel je eens even voor. Ik ben Els, ik ben 19 jaar. Ik studeer aan het conservatorium in Enschede, aan de Popacademie. Ik studeer zang. Ik woon ook in Enschede nu en eigenlijk ben ik gewoon heel veel met muziek bezig. Oké, Marius. Ja, ik ben dus Marius en ik ben 21 jaar. En ik woon in Amsterdam, studeer daar politicologie, zit in mijn tweede jaar. En ben net als Els verder voornamelijk met muziek bezig. Oké, ja. Jullie hebben al elkaar leren kennen op het Vechtbouwcollege. Ja. En volgens mij was dat met avonden met muziek. Ja, dat was met de podiumavond. Dat is een jaarlijks terugkerend dingetje van het Vechtbouwcollege. Ja, oké. En uiteindelijk hebben jullie elkaar de stemmen goed bevonden om dat met elkaar te mixen. Ja, dat was zo. Ik zag Els zingen. En als je Els ziet zingen, dan denk je meteen... God, daar zou ik wel muziek mee willen maken. Dus ik heb Els een week later een berichtje gestuurd. En weer een week later hebben we voor het eerst samen geoefend. En toen, vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar doorgegaan. Ja. Oké. En jullie vormen nu ook een band. En die band die draagt de naam Petrico. Ja. Kun je even vertellen waar die naam vandaan komt? Nou, jou de eer. Oh, ja, Petrico, dat is de geur, dus de Engelse term voor de geur die je ruikt als het lang droog is geweest buiten. En dan als het dan geregend heeft, nou ja, iedereen kent het denk ik wel, dan ruikt het lekker of in ieder geval. Ja, tenminste, ik vind het een heel lekkere geur. En die geur, die noemen ze in Engeland Petrico. En Els die kwam dat tegen en die stuurde naar mij van nou, dit lijkt me op zich wel een goede naam. En ik vond het ook wel echt een heel toffe naam, dus daar zijn we meteen voor gegaan. Oké, en want jullie hebben onlangs ook wat nieuwe liederen zelf geschreven, maar jullie schrijven jullie eigen liederen? Ja. Ja, die hebben we opgenomen inderdaad in de studio op mijn school in Enschede. Oké. De drie nummers hebben we opgenomen in twee dagen. Ja. Twee dagen hebben we erover gedaan. Ja, dat is heel tof. Want daar in Enschede hebben jullie de mogelijkheden om opnames te maken? Ja. Met technici erbij? Ja, dat zijn ook studenten gewoon van het conservatorium, zeg maar. Die doen dan een studie die meer gericht is op het opnemen van muziek, het composen en zo. Dus daar hadden we iemand voor gevraagd en die heeft het voor ons opgenomen. Het eerste nummer wat Els en Marius voor u brengen is Disaster Tourism. Ik wens u heel veel plezier met Petrico. The one and only pillar is kicked at till it shakes. The wish and true desire is spitted at till it fades. The walls that I've been building are left at for their strength. The one thing I was sure of, know who you're dealing with. The dream and only goal is taken for a myth. The engine of it all is mirrored by its risks. Outspoken ambition says pity in advance. The one thing I was sure dealing with, know who you're dealing with. Watch the fire you started.
like yourself, all you want is a story to tell. Don't come to me when you get yourself burned. To me, you're nothing, and as far as I'm concerned, it's just what you. Watch the fire you started yourself. All you want is a story to tell. Oké, okay, maar als jullie zoveel intensief samen met muziek bezig zijn, maar de een woont in Amsterdam en de ander in Enschede, hoe doen jullie dat? Week-OV. Hoe zeg je dat? Week-OV. Week-OV, oké. Ja, wij kunnen gelukkig gratis reizen met de trein. En ja, dan is het 2 uurtjes en het is wel een rechtstreekse verbinding. Ja. Dus ik ga... Els toe komt elke woensdagavond komt ze bij mij en dan schrijven we woensdagavond en donderdagochtend. En vrijdag ga ik naar Els, dus dan schrijven we 3 keer in de week. Mm-hmm. Of spelen gewoon samen, of we oefenen. Maar in ieder geval zijn we 3 keer in de week samen met muziek bezig. Ja, oké. Kun je me iets vertellen van welk genre jullie zo'n beetje brengen? Wat houden teksten van jullie in? Poeh, ja, dat vind ik een lastig. Ja, die mag jij doen, Els. Ja, nou ja, dat vind ik heel lastig, want... Ja, we hebben toch wel een eigen dingetje, zeg maar. En dat is een beetje... Ja, genre. Welk genre zou jij het... Ja, we zijn nog heel erg aan het zoeken. Ik denk, het zit wel in pop, maar denk ik... Het is heel lastig. Het is namelijk zo dat iedere keer als we een liedje schrijven, dan komen we erachter... God, dit is toch wel weer heel anders dan de vorige. En of dat dus echt een eigen stijl of zo... Hebben we misschien nog niet helemaal kunnen ontdekken. Aan de andere kant is het wel zo dat als wij samen zingen, dan hoor je volgens mij wel meteen dat wij het zijn, denk ik. Ja. Dus daar zijn we in ieder geval wel aan te herkennen. Dat is een stempel die we er in ieder geval op drukken. En mm-hmm. voor de rest kijken we wel hoe het loopt. Ik vind het eigenlijk ook wel fijn dat we nog niet echt in een genre zitten. Jullie zijn echt een beetje met een ontdekkingsreis bezig van... Wat jullie mogelijkheden zijn met z'n tweeën. Eigenlijk wel, ja. En wat mij betreft blijft die ontdekkingsreis ook gewoon eigenlijk alleen maar... Want dat is eigenlijk volgens mij wat het leukste. Ja, mm-hmm. Dat is echt... Iedere keer weer, gaan we die kant op of zo. Ja, ik vind het wel heel leuk. Ja, en jullie willen ook een vrijblijvende interpretatie houden van jullie teksten en wat jullie proberen uit te drukken. Ja. Het tweede nummer wat ze voor u gaan brengen heet Spiders. Cobwebs in my mind, I can't seem to find space so I can save the things I can't erase. A place so they can be. Tucked yours into bed, but mine's gone running through my head. You've changed, but so did I. And I don't want this feeling to go away.
didn't know, but now I find that time has lost its grip on mine. While we change, they stay the same. Will they ever go away? So they can let me be. Cause I am scared this feeling will stay the same. And I want this feeling to go. Spiders more than their webs. The webs in the mist in my head. But they creep in the corners, hide in the dark. Afraid of the people they leave on their marks. Spin nets on the things that's been there for so long. A safe spot for the eggs in a fragile web they spun. Now a web may be fragile, but not for the prey. So the spiders make sure my thoughts won't get crawl under my skin. Hoe zien jullie de toekomst? Wat zijn de plannen? Nou, we hebben één groot doel en dat is over 10 jaar Paradiso. Zo, dat is een groot doel. Ja, dat is een graag doel. Ja, dat is nu nog niet realistisch. We zijn nu nog niet goed genoeg. Maar we merken wel elke keer als we weer schrijven dat we weer beter worden en we hebben wel het gevoel dat het er wel in zit. Huh, okay. Dus we moeten eigenlijk gewoon heel veel werken, heel veel schrijven en dan... Hoe presenteren jullie die tussenliggende periodes? Ja, precies. Ja, we moeten natuurlijk wel wat kunnen laten zien. En ook. Het is ook fijn, ja, we kunnen zelf wel denken dat we goed genoeg zijn. Maar een beetje feedback is af en toe ook wel handig daarvoor. En een iets bredere kring dan Omroep Noord zou natuurlijk ook handig zijn. Dat zou leuk zijn, zeker zou dat leuk zijn, ja. En... in ieder geval, als dit wordt uitgezonden, dan staat ook de Facebook Patricker online. Dus als mensen dat zouden willen liken, dan zouden wij dat heel fijn vinden. Ja. Ondertussen zitten we ook op SoundCloud en op YouTube en proberen we dat zo een beetje te regelen. En we hebben een grafisch ontwerper benaderd. Die heeft nu een logo voor ons gemaakt en die is ook van plan om... voor YouTube wat grafische bewegende dingen te verzinnen. En zo zijn we dus vrij serieus proberen we bezig te zijn. Okay. Voor het derde nummer heeft Marius zijn keyboard verruild voor gitaar. En dit nummer heet Famous. You gotta do something. Thank you.
you're shooting for the moon. You say you wanna make it soon, but you're just sitting in your room with your imagined idols, playing rockstar in the mirror, imagining the fame, fans dancing to your self-written killer. They're shouting out your name. So you wanna be famous with your head in the papers? Well, go ahead, entertain us. I mean, you gotta do something. In the morning it's the snooze, during the day it is the blues. Well, that's a great excuse. I mean, you're doing nothing. You gotta do something. Feeling lost and found, expect your parents to be proud, but still you haven't got a crowd to prove you can make it. A burn spot on your belly from the joint you smoked in bed, but from the money of good daddy, well, thank him very much. So you wanna be famous with your head in the papers? Well, go ahead, entertain us. I mean, you gotta do something. In the morning it's the snooze, during the day it is the blues. Well, that's a great excuse. I mean, you're doing nothing. You gotta do something. You gotta do something. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Alweer het laatste nummer voor vandaag. En dit nummer heet Someone Like Me. Today you'll be warm, today you are safe here. So today you must flee, and make sure you do. 'Cause when you don't, you'll be with me. Love is blind, you do think I am wrong. Don't be fooled, don't play along. Open your eyes so you can see that you don't want to be stuck with me. Today you
sorry, I should have said it way before, way before, before you could call me your shelter. I knew I couldn't be, before the tears I made you cry, then I make you cry now, then I make you cry now. 'Cause the mirror never showed me who you see, and I will do it wrong, totally wrong, totally wrong. 'Cause I've been here before, and I know that I'll only fall further from now on. 'Cause when I lose again today, who you saw has gone away, gone away, gone away. And now I beg you, trust me when I say that you don't want to stay with someone like me. Don't want to be someone like me. Ja. Zo, beste kijkers, wij hebben genoten bij Opa nu ook. Els en Marius, hoe vonden jullie het? Ja, leuk. Ja, nou ook wel gek eigenlijk met zo'n camera erop. Ja, dit is de eerste keer dat dus dan zou je zeggen. Ik vond het ook wel even wennen, maar... Voor mij ook hoor, het is voor iedereen even wennen. Het is allemaal nieuw voor ons, dus, maar we hebben, jullie hebben in ieder geval jullie uiterste best gedaan. Vier prachtige nummers gehoord. Ze hebben net al op de grote landkaart aangewezen welke gebieden ze allemaal gaan veroveren in de toekomst. Dus van deze jongelui horen we ongetwijfeld nog meer. Goed, beste kijkers, dit was het voor de eerste keer. Graag tot de volgende keer.